Kijk eens, jongens. Yes, dankjewel, bro. Ja, ook eentje. Ja, ik dacht ik deze kiezen. De Ramadan is voorbij en dat betekent dat moslims vandaag feest vieren. Eid al-Fitr, oftewel het suikerfeest, begon vanochtend met een gebed. Zoals hier in de El Mutakin moskee op de NDSM in Noord. Het is natuurlijk de meest bijzondere maand van het jaar voor de moslims. De maand van Koran, voor aanbidding, barmhartigheid, familie, vrienden. Dus ja, ik heb die positief beleefd. Het is niet alleen maar niet drinken, niet eten. Het is veel meer dan dat. En dat wat de mensen moeten beseffen, dat het belangrijk is dat je goed moet zijn voor je medemens. De islamitische vastemaand begon een maand geleden. En liep voor onder meer de Marokkaanse gemeenschap af toen gisteravond in Saoedi-Arabië een nieuwe maansikkel werd gezien. We gaan onze mooiste kleding aandoen, we gaan op bezoek, we nemen cadeautjes mee, we krijgen cadeautjes. We komen bijeen, we gaan lekker eten, we hebben het gewoon gezellig met elkaar. Tuurlijk is het leuk natuurlijk dat je weer mag eten, maar de eerste paar dagen zal het eerst weer even wennen. Want ik denk dat je de eerste paar dagen liever niet dat je hebt eten. Want nu gaan de mensen heel snel veel eten, maar dat is niet de bedoeling. De maag moet eraan wennen. We proberen nog steeds gewoon rustig aan te doen. Wel natuurlijk gezellig met de familie eten, gewoon weer zoals normaal. Niet omdat het nu mag opeens extra gaan eten. We proberen zeg maar het mooie dat we uit de Ramadan hebben gehaald, ook gewoon de rest van de maanden weer mee te nemen. En dan wel met eten door overdag. Nou hoorde ik net ook dat je niet eigenlijk te veel moet eten, omdat de maag moet er ook nog even aan wennen. Ja, dat hoort eigenlijk wel, klopt. Maar of het ook gebeurt, is maar de vraag.